Zal ik dan beginnen met een wat mild nieuwtje? Zou ik doen. Ik ben inmiddels lid van het bestuur van het Content Café. Kijk. Dat is leuk. Twee bestuursleden zitten ja. hier. Ja. Zeg maar, nog even. Ik ga mijn eigen Mercedes rijden. Ja. Laat rijden, sorry. Het Content Café, dat is een leuke groep mensen die met een passie voor contentstrategie. Dus nadenken over hoe je tekst en plaatjes en video en weet ik al niet meer kan gebruiken om een boodschap bij de consument te krijgen. Of bij de kijker eigenlijk. En hoe je dat op de beste manier kan doen. En vaak ook heeft dat te maken met de tone of voice van teksten. Maar ook hoe je bijvoorbeeld geld kan verdienen met content. Dus, en dat doe ik met Bas, Xander, Ilse en ik ben dan de vierde. Leuk. Ja, nou, heel mooi. Ja, heel goed dat je ertussen zit. Ja, ja wel, ik denk dat ik ook iets kan bijdragen. Ja, dat lijkt mij ook terecht dat je daar zit. Dus. Ja, toch? Ja, zeker. Ik vind het ook hartstikke leuk. En die meetings die zijn ook heel erg interessant, want dan zie je allemaal mensen die... Maar het Content Café doet alleen meetings? Of? Ja. Okay. Op dit moment zijn het alleen maar meetings, dus pak een beetje groter doel. Vier keer in het jaar. Nou, het doel is wel mensen met elkaar in aanraking brengen. Dus het is niet zoals Frontiers, wat tot doel heeft de professionalisering van het vak front-end developer in Nederland? Nog niet. Okay. Ik denk dat het manifest zich waarschijnlijk vanzelf gaat vormen als we elkaar vaker zien. Ja, 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 ja. En dat er ook nevenactiviteiten komen. Maar ja. Op dit moment, zeg maar, we zijn allemaal drukwerkende mensen, dus het zit er nog niet helemaal in. Nee. Maar hoe we het samenkomen, dat is het half van de helft van het werk. Sowieso een heel goed idee, ja, absoluut. En elkaar een beetje inspireren met allemaal rare dingen. Ja. Presentaties en dat soort dingen. Ik was laatst over.